Goedemiddag dames en heren. We hebben een beetje een bijzondere middag vanmiddag. We hebben visite. Nou, ik weet dat jullie de maatje ergens al kennen. Vrijwel iedereen vindt de kleurige bloemenpracht die het voorjaar brengt mooi. Maar om die te kunnen laten verschijnen is wel wat voorwerk vereist. Toch kleurde dinsdagmiddag de berm naast de Westtangent in Herengewaard al geel. Maar dat was te danken aan de hesjes van de derdejaars VMBO-leerlingen van het Cluciuscollege. Vandaag zijn we aan bollenplanten. En dat betekent dat de leerlingen ervaring opdoen met bollen. Ik heb eerst bij de start van de les gevraagd of ze iets wisten, maar ze wisten er heel weinig van. Zelfs van de Gouden Eeuw is niet bij deze jeugd bekend. Dus ik vind het heel belangrijk dat ze er vandaag iets van meekrijgen. Bij een les, als het straks een keer regent, krijgen ze nog de DVD te zien van Holland Tulpenland. Die geeft goed aan wat de bol van Nederland heeft betekend in het verleden en wat het nu nog steeds doet. Met al die hectares die gebouwd zijn over de hele wereld. Wij zijn op dit moment bezig met 15 leerlingen. En ze komen uit de derde klas van het VMBO. En het zijn basis en kader en gemengde leerwegleerlingen bij elkaar. En die krijgen vanmiddag deze les. En we planten ongeveer 5000 bollen, maar dat lukt niet vanmiddag. Want er is een stuk instructie en je moet op de veiligheid letten, zoals ze nu hier staan. Ik hoop dat het veilig gaat langs deze drukke weg. Een afspraak met bollen is altijd dat je 2,5 keer de dikte van de bol zo diep zet je ze. Dus deze bol is ongeveer 2 centimeter keer 2,5. Hoe diep komt die dan onder de grond? Deze bollen worden nu geplant en in het voorjaar bloeien ze. Maar een kweker die tulpen trekt voor de bloem, die wil het hele jaar door tulpen aanbieden aan de markt. Waarom is het nu belangrijk om nu die bollen te planten? Ja, die bollen hebben gewoon een rusttijd nodig. Die bollen, het is nu eind oktober en die bollen hebben daar een aantal maanden de tijd om wortel te maken en de kou te ervaren. Want een bol moet kou krijgen om goed te kunnen bloeien. Dus als het dan in het voorjaar weer een beetje warmer wordt, komen ze er boven de grond. En de krokussen zullen het eerst bloeien en daarna de narcissen en dan de tulpen.